Goedenavond, dames en heren. Wij zijn hier bijeen op de begraafplaats in Wijk in Aalburg. Op de plek waar dierbaren van ons allen liggen. Ik sta hier voor het eerst. Ik zie die ruim 30 namen. Ik zie 5 januari 1945. Meer dan de helft van de burgerslachtoffers zijn op die dag gevallen. Jonge kinderen van 3 jaar, oude mensen, allemaal omgekomen door bruut geweld. Ook mensen uit het verzet in Wijk en Aalburg omgekomen voor onze vrijheid. Bevrijders uit het verre buitenland omgekomen voor onze vrijheid. Dat wij dat hier herdenken in Wijk en Aalburg en op nog 8 andere plekken in de gemeente Altena is belangrijk. Daar zullen wij mee moeten door blijven gaan. Ik ben ook heel blij te zien dat er zoveel mensen zijn met bloemen, jong en oud, allemaal ter nagedachtenis aan hen die vielen, aan hen die door bruut geweld zijn omgekomen. Wijk in Aalburg, gevallen voor onze vrijheid. 11 oorlogsslachtoffers van welke zijn omgekomen door bombardementen, landmijnen en granaatscherven en dergelijke te Wijk in Aalburg. Willem Hoeflaken, 26 jaar, omgekomen 11 april 1944. Hubert van Bergeneyck, 64 jaar, omgekomen 30 november 1944. Arie de Graaf, 79 jaar, omgekomen 8 december 1944. Kostia Nieuwkoop, 58 jaar, omgekomen 21 december 1944. Pieter Hendrik Versteeg, 21 jaar, omgekomen 31 december 1944. Francisca de Leeuw van Wenen, 4 jaar. Gijsbert van Helden, 49 jaar. Anneke Verzeil, echtgenote van der Pol, 40 jaar. Rut van der Pol, 2 jaar. Martina J. van der Schans, echtgenote van Den Dekker, 44 jaar. Barta Mouthaan, echtgenote van Kuipers, 53 jaar. Bertus Cornelis Kuipers, 12 jaar. Cornelis Kuipers, 57 jaar. Burgemeester Frenzel legt de krans namens de gemeente. Namens de vereniging Oud-Militaire Indië en Nieuw-Guinea-gangers Carlo Bouwman en Jonathan Haan. Namens Stichting 4 en 5 Mei Wijk in Aalburg, Arno de Waal en Nadine Weigertse.